Martin Atencio, activist tevens, DNA-kandidaat van de Stree, die heeft er in een interview aangegeven van gisteren dat de HVB om hertelling had gevraagd van enkele stembureaus. En dat heeft nu kwaad bloed gezet bij Jair Cross van de HVB, want dat zou volgens Cross helemaal niet op waarheid berusten. Cross die dient Atencio van repliek in een vraaggesprek met TBN Prime Alert. Wij voeren nu naar dit vraaggesprek. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Jair Cross, DNA-kandidaat. U bent DNA-kandidaat geweest van de HVB. En u behoort ook tot de jongere voorzitter. Toch? Heb ik dat goed? Nee, ik ben jeugdambassadeur van de HVB en congresbestuurslid. Ja, congresbestuurslid van de HVB. We zien dat de heer Atencio, Martin Atencio van de Stree, die al dagenlang is in de Enterinense Sporthal, wat uitlatingen heeft gedaan richting de HVB gisteren. En u zegt u wilde daarop reageren. Wat is niet waar van hetgeen de heer Atencio allemaal heeft gezegd? Nou, om te beginnen vind ik het jammer dat hij zich als DNA-kandidaat, gewezen DNA-kandidaat, op zo'n manier uitlaat. Dat is niet de manier, nog de stijl. Wat ik nog jammerlijker vind en eigenlijk belangrijk en voor de Surinamers duidelijk moet zijn. Ja, want de verkiezingen zijn voorbij, maar we gaan richting 2025. Dat zulke mensen afgestraft worden, want als DNA-kandidaat moet je op de hoogte zijn van de actuele zaken. En als DNA-kandidaat moet je correcte informatie aan die samenleving geven. De hervormings- en vernieuwingsbeweging, de HVB, heeft nooit om een hertelling gevraagd. Laat hij dat gaan checken. En ik wil meneer Atencio vanuit deze plek vragen om zijn woorden terug te trekken en om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Niet aan het bestuur van de HVB, maar aan die totale achterban. Want wij als HVB'ers zijn echte democraten. En toen de uitslag binnen was, niet helemaal positief voor de HVB, want als je van 15 man naar dichtbij de 8000 man landelijk gaat, is dat een enorme groei. Dat wil zeggen, er zijn toch mensen die die gedachten hebben begrepen. Toch aan hun moet hij zijn verontschuldigingen aanbieden. Want als echte democraten hebben we ons vanaf het begin neergelegd bij de uitslag, bij de wil van de Surinaamse kiezer. Dus wat meneer Atencio zegt, dat jullie in feite dat heel proces van tellingen, dat nu wel achter de rug is, in feite ook wilde vertragen, omdat jullie als het ware een werkarm zijn van de NDP en in opdracht van de NDP nu ook een hertelling vroegen. Dus meneer Ganesh, van al die dagen dat meneer Atencio is geweest in NIS, heeft hij toch niets bijgeleerd. Hij was zomaar daar, heeft zomaar zijn tijd verloren daar. En laat het duidelijk zijn, en het is al duidelijk, dat wij geen enkele werkarm zijn van niemand. De HVB is de HVB en dat zal u de komende periode ook merken. Maar toen ik heb gewaarschuwd, 2 dagen voor de verkiezing, dat al die zogenoemde nieuwe kleine partijen die voor verandering en voor vernieuwing gaan, gewoon diezelfde oude stroop zijn, maar alleen in een andere verpakking, alleen in een andere fles. Want wat meneer Atencio nu doet, is de dirty work van die andere grote partijen die hem in dienst hebben genomen. En nogmaals, laat hij ophouden waarmee hij bezig is. De HVB heeft zich neergelegd bij het besluit. We zijn niet eens in NIS geweest, omdat de uitslag daar was. We hebben het volste vertrouwen in onze instituten. Wij zijn niet een partij of partijleden die onze eigen instituten gaan afkraken. Dat gaan we niet doen. Dat is niet Surinaams. Dat doet meneer Atencio wel. En hij schaadt Surinames imago. En laat hij ophouden waarmee hij bezig is. Want hij verkondigt leugens. En als gewezen DNA-kandidaat moet hij zich schamen dat hij zulke uitlatingen heeft gedaan. Hij heeft uitlatingen gedaan waarvan de informatie niet waar is. Het zijn leugens. Laat me dat duidelijk naar de Surinaamse gemeenschap. En ook naar meneer Atencio als hij gaat kijken. Laat hij een beetje dieper in de materie gaan en laat hij opvragen wie om een hertelling heeft gevraagd. De HVB is HVB. Wij zijn die verse sinaasappelsap zonder suiker en extra dingen erbij. Maar ik heb gewaarschuwd voor de verkiezingen. Die zogenaamde nieuwe partijen, ook waar meneer Atencio lid van is diezelfde oude stroop, alleen in een andere fles.
Simpel uitgelegd, meneer Cross, wat meneer, als ik u goed begrijp, wat meneer Atencio dus nu doet, is een opdracht van partijen als de VHP. U heeft geen namen genoemd. Ik heb geen namen genoemd. Maar ik zeg, ja, dat zeg ik, de namen noem ik. Dus de VHP, hij zou dus nu daar de afgelopen dagen hebben gewerkt in opdracht van partijen als de VHP, de ABOP, de Pertjij Luhur en ook nog de NPS. Dat heb ik niet gezegd. Ik ga geen antwoord daarop geven, want dat heb ik niet gezegd. Dat is een conclusie die u trekt, dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd, voor de verkiezing heb ik een uitspraak gedaan dat die zogenoemde nieuwe partijen diezelfde oude stroop zijn, alleen in een andere fles. En als jongere, want u bent een van de jongere gezichten van de HVB. U bent een van de jongeren in de partij. We hebben ook meneer Sommerhardje gehoord bij de formaliteiten die afgelopen zaterdag hebben plaatsgehad, waarbij de partijen een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. En meneer Sommerhardje is duidelijk geweest, ik heb mijn doel bereikt. Ik wilde dat de verraders geen zetel zouden behalen en ik denk dat hij daarmee doelt op Sapoen Cheater, hij heeft de namen ook genoemd, Mike Noor Salim. En hij geeft ook aan dat hij komt op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De mensen hoeven niet bang te zijn. Mensen mogen daar blijven, zolang ze geen verraad plegen. Mogen ook een reactie van u als HVB-jongeren? Jazeker, maar laat me even afronden. Op dat van meneer Atencio van Steen, want dat zit me echt dwars hoor. Gisteravond toen ik het zag, dacht ik van jeetje. Wij, de HVB, ondanks we geen zetel hebben gehaald in Komowene, zijn we 10 keer zo groot als die partij van meneer Atencio in Komowene. Hoeveel hebben jullie in Komowene gehaald? 980, 984 en Stree heeft 84 gehaald. Dus rekensommetjes schoon te maken. Om als jongere te reageren op dat van meneer Sommerhardje. Kijk, als u kijkt naar de uitslag en net keek ik naar wat Binnenlandse Zaken heeft verwerkt, zien we dat de PL eigenlijk geen zetels heeft behaald. Want in Wanica komt die kandidaat van de ABO binnen en in Komowene is dat de heer van PL. Maar als je die stemmen van de ABO weghaalt, dan heeft de PL ook daar geen zetel. En dat is precies waarvoor is gewaarschuwd. Toch in 2015 toen die vernieuwingsbeweging begon. Dat het volk wegtrekt. En als je naar de resultaten nu kijkt, is dat duidelijk. Maar ook als we kijken naar wat meneer Sommerhardje zegt, dat hij zelf minister van Binnenlandse Zaken wordt. En voor de verraders, etc. Wat voor verraad is gepleegd? Wat voor verraders zijn er daar? Noemt hij die ambtenaren op Binnenlandse Zaken die keurig hun werk doen? Zijn zij de verraders? Hé, hou toch op. Laten we onze mensen op de overheidskantoren koesteren voor het harde werk dat ze doen. Maar ook wat in 2015 is gezegd door Sapoen en Noor Salim, die verjonging, dat zien we nu. Want als jonge Surinamers krijg je in plaats van een jongere of een jonge Surinamer met gedegen opleiding, met gedegen ervaring, nu een minister van 77 jaar. Bij zijn einde van zijn ambtstermijn is hij 80 plus. Dus alles waarvoor Sapoen en Noor Salim hebben gewaarschuwd, alles wat zij hebben gezegd, wordt nu werkelijkheid. Ook die afstraffing, ook het resultaat van PL bij de verkiezingen waarvoor ze hadden gewaarschuwd, dat is nu ook uitgekomen. Want als je die zetel weghaalt in Wanica die van ABOP is, en haal je die stemmen weg van ABOP in Komowene, zit de PL op 0 zetels. Dus geen enkel overloper, geen enkel verraad. Wat Sapoen en Noor Salim hebben gezegd in 2015, 2014, staat nog steeds recht overeind. En hoe met HVB verder, en vooral met de jongeren die de partij de afgelopen periode hebben ondersteund, zullen zij de HVB blijven ondersteunen? Gaat u de HVB blijven ondersteunen als jongeren? Of zegt u van Nomang, de partij heeft geen zetels behaald, dus megoluku, kan de mogo sukwam presina de partij pedekis zetels, misschien bij meneer Sommerhardje zelf? Ik zal dat als een leuke anekdote nemen, maar zeker, ik heb er het volste vertrouwen in, en wij allemaal, dat de jongeren die de afgelopen periode de HVB hebben ondersteund, dat zullen blijven doen. We zijn niet een gewone partij, dit is een beweging. Een beweging voor elke Surinamer die
zijn schouders onder het werk wil zetten. Ik blijf zeker binnen de HVB. Vanaf het resultaat 25 mei, 26 mei. Nou, kop op. We gaan verder strijden. Het land heeft ons nog steeds even hard nodig als toen we begonnen in 2015. En ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om de winnaars van deze verkiezingen, alle partijen die zetels hebben behaald, wil ik vanuit deze plek feliciteren met het behaalde resultaat. Ook het Surinaams volk dat zijn wil heeft uitgesproken wil ik feliciteren. En ik wens zeker alle partijen en zeker de regering die gevormd zal worden, wie dat ook mogen zijn, alle succes toe. Want als zij succes hebben, hebben wij als Surinamers succes. Dat is heel erg belangrijk. En die andere verhaaltjes, nee hoor. Heer Cross, tot slot. Gaan we de stem van de HVB horen de komende periode wanneer deze regering iets goed zal doen of ook iets minder goed zal doen? Nou, u moet begrijpen, heer Ganesh, dat bijkans 8000 Surinamers ons hun zegen hebben gegeven. En was het niet voor het kiesstelsel dat we nu hadden, er is een berekening gemaakt, dan hadden wij 2 zetels, want er is een partij met minder stemmen dan ons, die 2 zetels heeft. Dus vanwege het kiesstelsel is niet dat het volk heeft gezegd van luister nou, zoals anderen beweren, overlopers, verraders, ook weer nee. We hebben de zegen van bijkans 8000 Surinamers, maar vanwege het kiesstelsel, we hebben een districtenstelsel, hadden we een landelijk evenredig stelsel. Volgens de berekeningen die door anderen zijn gemaakt, door andere instituten, had de HVB nu 2. Kijk, en dat, met die 8000 zijn we de grootste buitenparlementaire partij. En als HVB gaat het volk zeker van ons horen. Als die regering goede dingen doet, gaan we dat ook toegeven en zeggen van good job, goed gedaan. Want zo hoort het. Daarom zijn we hervormers. Maar als die regering verkeerde dingen doet en wie de regering ook mag zijn, nou dan wil ik je body wel. Dan gaan we ook acties ondernemen waar dat nodig is. Toch, dus de HVB is niet meer weg te denken. Dat traject waarmee we zijn begonnen, O plus OSO, onderwijs plus ondernemerschap is ontwikkeling. De samenwerking met Stichting ECP. Die dingen gaan onverkort verder. We hebben het volk beloofd, na de verkiezingen, wat de uitslag ook mag zijn, gaan we verder. En als echte hervormers, de uitslag is daar. We zijn niet in de regering, maar de HVB gaat verder om dit land te dienen en om Suriname te dienen. Ja, ik wilde nog even meneer Atencio corrigeren, maar ik wil hem ook dit zeggen. Het volk van Kommerwijnen heeft ons niet gepineerd, want we hebben 980 stemmen. Maar u bent wel gepineerd met die 84 stemmen in Kommerwijnen. En meneer Atencio, AUB, het is niet gepineerd, maar het is gepinaard. Er zijn gratis Nederlands lessen verkrijgbaar.